Veel schrijvers uit de middeleeuwen bestaan alleen nog als naam in de literatuurgeschiedenis. Maar met Hadwig is dat anders. Haar teksten worden nog steeds gelezen. Voor sommige dichters vormt het werk van hun middeleeuwse collega een bron van inspiratie. De Nederlandse dichter H.C. ten Berge getuigt: haar bedwongen felheid en temperament waren eeuwen later nog even invoelbaar als tijdens haar leven. Haar poëzie ging dwars door mij heen en liet me ademloos achter. Zijn eigen werk is sterk door haar beïnvloed. Jij, overheilig wijf, je bent in alles wat ik schrijf aanwezig. Zo klinkt het in een van zijn gedichten. Niet alleen ten Berge, ook andere schrijvers dialogeren met haar werk. In het gedicht Discant van de Vlaamse dichter Stefan van den Bremt lezen we bijvoorbeeld... Ik lep lees haar orenboet op de tast en in het donker... Dat zich kromde waar het klaarde. Vooral het mysterieuze woord orewoed, waarmee Hadewig het onhoudbare verlangen naar de goddelijke liefde benoemt, blijkt te inspireren. Het lijkt alsof het begrip iets vertolkt, waarvoor de taal vandaag geen woord meer heeft. De internationaal gerenommeerde Antwerpse kunstenares Annemie van Kerkhoven las Hadewig en maakte vervolgens een reeks werken met als titel Orewoed. Ook de Nederlandse schilderes Kobi van Baars noemde de reeks doeken die ze maakte naar aanleiding van liederen van Hadewig Orenwoed. En recent debuteerde de Nederlandse schrijfster Amy Koopman met een roman Orenwoed. Een roman over de vloeibare scheidslijn tussen begeerte en waanzin. Zo luidt het op de achterflap. Grote delen van Hadewigs werk werden intussen vertaald naar het Frans, het Engels, het Duits, het Spaans, Italiaans en het Hongaars. Haar werk heeft nu een internationaal bestaan en bereikt een kring van lezers waarvan de historische Hadewig enkel kon dromen. Een van die lezers was de Franse regisseur Bruno Dumont, die een film wilde maken over pure liefde en daarvoor in Hadewigs teksten zijn inspiratie vond. Deze middel-Nederlandse mystica, die schreef over God in een tijd waarin vrouwen niet geacht werden de pen te hanteren, en die daarna eeuwenlang verborgen zat in de plooien van de geschiedenis, wordt vandaag weer gelezen, en dat als nooit tevoren.